Hallo allemaal, vandaag wil ik enkele kleine tips met jullie delen over hoe je het best losse oogschaduw kunt aanbrengen. Losse oogschaduws zijn vaak minerale oogschaduws, maar dat hoeven niet per se minerale oogschaduws te zijn. Zelf ben ik fan van minerale oogschaduws, dus ik gebruik het heel graag. Ik gebruik graag losse oogschaduws, maar ik weet dat ik in het begin, toen ik het pas zelf gebruikte, ook heel wat last had van hoe breng je het goed aan zonder dat het aan kwaliteit verliest, aan kleur verliest, maar ook dat het niet onder je oog een hele mesboel wordt. Nu, ik doe dit filmpje naar aanleiding van een reactie die ik op mijn blog kreeg over de webshop Mineralissima. En dat zijn twee oogschaduwtjes. Ik heb er hier nog twee. Ik zal eens eventjes alle vier in beeld laten zien. Dit zijn de oogschaduwen die ik op mijn blog liet zien van de webshop Mineralissima. Het is een Nederlandse webshop die hele mooie oogschaduwproducten heeft, maar allemaal in losse vorm en op basis van mineralen. En ik kreeg een reactie. Ik vind het een hele mooie webshop, leuke producten, maar ik heb gewoon problemen met het aanbrengen of het lukt mij niet zo goed. Vandaar dat ik ook een aantal basistips wil meedelen aan jullie. Als eerste vind ik persoonlijk een zeer goede tip is gebruik een oogschaduwbasis. Zelf kan je kan gewoon de klassieke oogschaduwbasis gebruiken, bijvoorbeeld deze van Kosh. Je hebt er van Too Faced Shadow Insurance, Urban Decay, maar je hebt ook gekleurde oogschaduwbasissen. Bijvoorbeeld deze van Kosh, dit is een stick. Het is waterproof trouwens. Een waterproof oogschaduwstick die zorgt dat als je dit aanbrengt op je gelaat, of op je ooglid in dit geval, en je gaat het een beetje uitwrijven, gaat het een sticky basis vormen, waardoor je oogschaduw er gewoon beter op gaat plakken. Nu, binnenkort gaan deze uit het assortiment bij Kosh en gaan ze vernieuwd worden door de nieuwe oogschaduwsticks, ook waterproof, maar eveneens op minerale basis. Dus dat kan je deze binnenkort in de winkels vinden, dus dan is dit wel een goed alternatief om te gebruiken. Dat is mijn tip nummer 1. Gebruik oogschaduwbasis. Ten tweede, als ik oogschaduw, losse oogschaduw, want het hoeft niet per se mineraal te zijn, heb je tegenwoordig ook heel wat glitters en dergelijke, waarbij het ook soms moeilijk is om deze te gebruiken, is het mijn tweede tip, gebruik een platte oogschaduwkwast. Deze is van MAC, maar je hebt ook goedkopere alternatieven. Maar gebruik er eentje dat een plat is van textuur, waardoor je als je je oogschaduw aanbrengt, dat je het makkelijk op kunt nemen, maar ook makkelijk je oogschaduw op je huid kan deppen. Dit vermakkelijkt gewoon het aanbrengproces, terwijl dat als je een hele fluizige kwast kunt gebruiken, bijvoorbeeld een blending kwast, je veel minder controle hebben over de manier waarop je je oogschaduw aanbrengt. Dus vandaar een platte oogschaduwkwast. Ten derde vind ik het makkelijk als ik oogschaduw aanbreng. Ik ga bijvoorbeeld de kleur Glam gebruiken. Dat is een donkerpaarse kleur, een hele mooie kleur. Als ik hem aanbreng, dan gebruik ik eigenlijk nooit wat in het potje zelf zit. Meestal komt er in het dekseltje voldoende product voor je oogschaduw mee aan te brengen. Dan neem ik dit. Dan dab ik mijn kwast in het dekseltje. Soms is het ook makkelijk als je bijvoorbeeld een draaiende beweging gaat. Maar gewoon dabben is voor mij ook voldoende. En wat is dan belangrijk? Dat je dan na het opnemen van het product je kwast afschudt en overtollig het product eigenlijk wegwerkt. En dan vervolgens gewoon op je basis aanbrengt. In deppende bewegingen. Waarom in deppende? Als je gaat strijken met het product, gaat het gewoon de kleur niet meer zo intens overbrengen. En gaat het, als je het niet dept, gaat je het product gewoon heen en weer vegen en het gaat gewoon overal heen stuiven, wat niet de bedoeling is. En kijk eens, wat een prachtig resultaat op die oogschaduwbasis gewoon aangebracht. En dan nog kan je het aan de zijkanten gaan vervagen, zoveel als je wilt.
nadat je het gewoon al deppend hebt aangebracht. Dat vind ik toch wel een zeer belangrijk derde en vierde punt. Dus de oogschaduws afkloppen plus al deppend aanbrengen. Wil je de kleur nog meer versterken, kan je de oogschaduws nat aanbrengen. Gewoon je penseeltje bevochtigen met gewoon water. Dat kan je ook doen met mixing medium dat je zelf maakt. Ik heb nog heel eventjes op mijn blog. Ik heb er heel lang geleden zelf een post over gemaakt hoe je mixing medium kunt maken. Dat zal ik nog heel eventjes terug oproepen. En ten derde kan je gebruik maken van Fix Plus van MAC. Dit is bijvoorbeeld de Fix Plus met lavendel in. Gewoon je kwast even verstuiven en vervolgens aanbrengen. En dat gaat inderdaad de kleur ook intenser maken. Maar ook zorg je dat je het makkelijker kunt aanbrengen. En ten laatste, oefening baardkunst. Het is in het begin zoeken hoe je het best je oogschaduw kunt aanbrengen. Maar de basis is gewoon een oogschaduwbasis, een platte kwast. Eventueel nat als dat helpt, maar ook zeker je oogschaduw deppen. Dit zijn volgens mij de meest belangrijke tips. Ik hoop alvast dat het helpful is voor jullie. Dus dat het jullie gaat helpen. Ik vind het zonde om prachtige oogschaduws zoals deze van Mineralissima, maar je hebt er ook van Gauche, Everyday Minerals, Bare Minerals, Golden Rose heeft er ook. Ik weet niet welke drogisterijmerken het nog hebben. Maar ik weet dat Gauche het al sinds heeft met die effect powders. Ik heb ook een minerale oogschaduw van de webshop In de Watten. Die binnenkort ook terug heropen gaat. Ik weet niet of zij dan ook nog minerale oogschaduws gaan verkopen. Maar daar heb ik er ook eentje van. Dus het is gewoon zonde om al die mooie oogschaduws met kwalitatief veel pigment eigenlijk, om die in de kast te laten liggen. Dus als je interesse hebt, probeer mijn tips eventjes. En ik hoop alvast dat jullie snel kijken voor een nieuw filmpje. Naar een nieuw filmpje, sorry. Tadaa!